op de app, onze groepsapp, dat we ongeveer op 312 uitzendingen zouden zitten. Ja, dat is nou, best we nemen van harte aan. De telraam stond niet aan, maar we zouden wel... er mensen zijn die alle uitzendingen hebben geluisterd? Live? Ja? Nou, ja, wij. Ja, wij. Ja. wij. Hé, hey, Marcel, dat je toch al aan het woord bent. Welkom, goedenavond, jongen. Je hebt het draaiboek. Ja. Wat staat er allemaal op? Dat heb ik. Nou, we gaan terugkijken natuurlijk naar de overwinning. NAC Excelsior. Was een mooie pot, vond ik. We gaan eens even kijken hoe de seizoenstart is gelopen. Nou, die is best aardig gelopen, want het... We staan er goed voor. Oh. We hebben een grabbelton, die zit weer ramvol. En ik zoek hem zo even op. Ja, nee, dat is goed. En we kijken vooruit naar de kraker van morgen. Ja. De kraker, echt de topper van morgen. Top Os NAC. In het kuipje van Os. Ja, oh, ja dat zeggen ze daar. Ja, het kuipje van Os. Dat klinkt. Dat klinkt, hè? Dick Heesen-tribune. Ja. Is dat zo'n held bij hun? Dick Heesen, die heb ik ooit zien voetballen. Als dat die Dick Heesen is. Ja, die is echt Dick Heesen. Ja, dat was een hele zware. Dat was best een vrij zware voetballer. Ja, dat was de Bombarda van Os. Ja, nog veel erger. Ja, ja, veel dikker. Want Dick Heesen die kon niet om zijn eigen centrum in draaien. Zo dik was hij. Oh. Dus, nou, dat weet je het wel. Hij zit nou vastgeplakt op de tribune. Ja. Hij is het stadion. Hij is het stadion. En daarom hebben ze ook die tribune naar hem genoemd. Vrije uitloop, Dick. Zo, we zijn er weer. Leon is er ook. Hoi. Oh, Leon, ik doe even een banaan. Oh. Ja, voor de wel... Banaantje. Niet Kamasutra TV. Ja. Ik wou een andere grap maken, maar dat is goed. En we hebben dat iets van de maand. Hoe kan het zo? Hij was van de week jarig, hè? Ja, Ivan de Piep. Hoera! Hey. Alsof het zo bedacht was. Nou, ik denk dat het zo bedacht is. Nou, of niet? Nee, joh. Toch niet? Puur toeval. wat gisteren mijn verbazing, ineens was hij jarig. En hij werd, maar ook nog eens een keer. Ja. Wat werd hij? Ja, 70. Ja, bedoel ik, dat is een mooie rol. 70. Mooie leeftijd. Mooi man. Voor de Bos. Van de Bos. Gaat hij nu door? Ja, moet onderaan een keer met de rollator. Joh, die valt een keer dood op het podium. Oh ja. Zoals Mick Jagger of zo, weet je wel. En die saxofonist van hem, die is nou dood. Is het zo? Ja, de Big Bell, zo heet die man, de Big Man. Die grote... Dat is Steve Van Zandt. Dat is die met die hoofddoek. Ja. Ja, dat nee, die hoe heet nou? Soep. Ja, die is serieus. Oh, de Sopranos. Ja, ik kijk er allemaal nooit naar. Ja. Hoe heet die man nou? De Big Man, toch? Ken je hem niet? Nee. De saxofoon? Big Sex. Ja, die is overleden. Zijn neefje doet het nou, hè? Ja? Ja, die mag nu mee toe. Ik ken wel de Nederlandse saxofoon, dat is die Menno Boeg, toch? Hoe heet die? Nee. Is die ook niet dood? Oh, nee, dat is Boudewijn. Ja, nee, die Menno Boeg is ook dood. Is die ook dood? Ja. Ik ken die Dulfer. Zullen die ook eens hier draaien? Nee, dat doen we niet. Nee. We gaan even de broesten. Ja. Oh, bij deze. Oh. Van de LP Born in the USA. Pas wel bij, de LP, hè? Ja. Grote kraakjes gewoon. Oh. My hometown. New Jersey, hè? Mooi man. Waar komt hij vandaan, hè? Mooi man. De Boss, Bruce, 70 jaar jong alweer. Still going strong. Dit is Breda, nu NAC praat.